dagen worden de pensioenorganisaties wereldwijd, en zeker ook in Suriname, geconfronteerd met de effecten van de snel veranderende wereld. Dreigingen zoals cyberaanvallen, klimaatveranderingen, pandemieën en nieuwe terreurgroepen zijn slechts enkele van de uitdagingen voor deze defensieorganisaties. Om steedvaardig te kunnen blijven en mee te kunnen gaan in deze snel veranderende wereld, en zeker gelet op de grondwettelijke taakstelling van onze strijdkracht, horen wij een wendbare organisatie te worden. Proactief handelen in plaats van reactief handelen, innovatief gedrag in plaats van continu blijven vasthouden aan sterk verouderde niet-effectieve protocollen en procedures, de bereidheid om zich aan te passen aan nieuwe situaties in plaats van continu blijven hollen achter de feiten en de realiteit. Heel belangrijk hierbij te vermelden is de rol die de leiders binnen de organisatie spelen en zullen moeten innemen willen we slagen in onze missie om wendbaar te worden. Het succes van onze defensieorganisatie valt en staat in het bijzonder met het leiderschap binnen de organisatie zelfs. Officieren en onderofficieren zijn elk op hun eigen niveau mede verantwoordelijk voor het leiderschap binnen de organisatie. Het is daarom noodzakelijk dat deze categorie militairen op de eerste plaats zelfs wendbaar worden. Hun vermogen om wendbaar te kunnen zijn zal in grote mate afhangen van hun kennis, kunde en karaktereigenschappen. Dit is precies het speelveld van IDO en haar diverse scholen. De afgelopen 4 maanden hebben de staf en de docenten van IDO tijd nog moeite bespaard om middels deze op maat gesneden vormingen de groep van 61 cursisten tijdens deze op maat gesneden opleiding daadwerkelijk dichterbij te brengen bij die wendbaarheid waarover ik het eerder gehad heb. Ik haal voor de geest opmerkingen gemaakt door de studenten zoals waarom zo lang, waarom deze modules, waarom nog een wachtbeurt. Het leek hier weer Alcatraz om slechts enkele van de opmerkingen van de studenten te noemen, omdat ze het niet altijd even makkelijk hebben gehad. Het horen van deze opmerkingen was voor mij een bevestiging dat het concept werkt. De cursisten waren aan het denken en evalueren over hun rol binnen en buiten de organisatie en hoe hier natuurlijk beter invulling aan te kunnen geven. Uiteraard is IDO een militair opleidingsinstituut met duidelijke regels, vormen en gebruiken die gelden voor elke student, ongeacht type opleiding. Kortom kan ik stellen dat we met deze vormingen niet alleen gezorgd hebben voor de garantstelling van de rechtspositie van deze groep militairen, maar ook bijgedragen hebben aan de capaciteitsversterking van het leiderschap binnen onze mooie organisatie. Cursisten, uw vorming bij het IDO is slechts het begin van een nieuw traject. Een traject vol uitdagingen. Een traject dat u zal challengen om out of the box te denken en te handelen. Een traject waarbij u liever vandaag dan morgen gaat beseffen dat er binnen deze mooie organisatie geen ruimte meer bestaat voor autoritair leiderschap. Wilt u succesvol zijn binnen en buiten de organisatie, zal u ervoor moeten zorgen dat uw leiderschap is afgestemd op de militaire context van vandaag en de toekomst. Vandaag gaan we aan 61 mensen een certificaat uitreiken. 48 onderofficieren die een onderofficiersvormingscursus hebben gevolgd en 13 cursisten die een officiersvormingscursus hebben gevolgd. En we zijn blij ook met deze mijlpaal. Geen uitvallers. Dus het is een compliment waard aan IDO, maar ook aan cursisten vandaag. Dat we geen uitvallers hebben in deze groep. We feliciteren. Ik feliciteer aan ieder die het certificaat heeft behaald. En nu op zijn cv kan schrijven van ik heb de onderofficiers en officiersopleiding met succes gevolgd en ik ben nu competent om die functie die gekoppeld is aan die rang of die rang die gekoppeld is aan de functie die u gaat vervullen op het niveau van onderofficieren en officieren te vervullen. Ja? Laat me dit zeggen, van het zijn hele belangrijke zaken binnen onze defensieorganisatie.
Dat we u in een functie zetten, een leidinggevende functie. En dat we tegelijkertijd met die functie u in de gelegenheid stellen om kennis, vaardigheden op te doen. Maar ook te werken aan uw grondhouding. Want de opmerkingen die de heer Landveld heeft gemaakt net, die waren niet opmerkingen die te maken hebben met uw kennis en uw vaardigheden. Maar dat waren opmerkingen die betrekking hebben op uw attitude, uw grondhouding. En in het leven gaat het niet om hoeveel kennis we hebben. En hoeveel vaardigheden we hebben. Maar wat is onze inborst? Wat is onze attitude? Wat zijn onze karaktereigenschappen? En dit is nog meer van belang in leidinggevende functies. Omdat u leiding geeft. U bent een voorbeeldfiguur. Alle mensen die onder u zijn, kijken naar u op. En ze spiegelen zich aan uw gedrag. En vandaag de dag kunnen we niet zeggen omdat we onderofficier zijn en officier zijn, dat we botweg kunnen opdragen. Gewoon op basis van officier zijn en onderofficier zijn. Nee, de mate waarin uw opdracht uitgevoerd wordt, heeft voornamelijk te maken met uw gezag. Met uw attitude, met uw voorbeeldfunctie. Met de wijze waarop u uw functie vervult. En dat noemt men gezag, geaccepteerde macht. Men accepteert uw leiding. Men accepteert uw leiding geven. Men heeft vertrouwen in u. Men kijkt op naar u. Men heeft respect voor u. Dat proberen we bij te brengen in die opleidingen. De vakken zijn ook daarop gericht. Belangrijke waarde bij die attitude is liefde voor het land. Waarom heb ik gekozen voor dit vak? En dit beroep, dit is niet te vergelijken met geen enkele andere functie en beroep in het land. Militair zijn, je land dienen, is uitverkoren. Het is niet gegund aan ieder. Je kiest er bewust voor. Je kiest ervoor om je leven te geven. Je kiest ervoor om moeilijkheden te kunnen trotseren. Je kiest ervoor om offers te brengen. En als je niet bereid bent, dan moet je er niet voor kiezen. Je kiest er niet voor om het geld. We doen het niet voor het geld. We doen het omdat we houden van ons land. Dat is militair zijn. En het tweede, wat heel bepalend is in deze functie, is dienstbaarheid. Dienstbaarheid. Dienstbaarheid waarbij we ondersteunen. Op de beste wijze wat we kunnen ondersteunen. Dat we geloven dat mensen in nood, of het nou is een watersnood, of het nou is rukwinden, of het nou is een probleem, of het nou is een medisch probleem, of het nou is een beveiligingsprobleem, of een strategisch object dat beveiligd moet worden, wat het ook is. Dat wij dienstbaar zijn en dat wij dienen op de beste wijze. Zoals wij dat kunnen. Dat is het tweede belangrijke van de militairen.